Uien. Ik heb een één witte ui en één rode ui. Gewoon omdat ik het leuk vind. Drie knoflookjes. Een courgette. Champignonnetjes. En die ga ik even snijden. Ik plet hem. Kom er gelijk alle smaken vrij. En dus drie teentjes. Die doe ik in een pan met zonnebloemolie. Gooi ik er vast even allemaal in. Ik heb het vuur nog niet aan. Nou ga ik hem uitsnipperen. Ieder heeft zijn eigen manier van snipperen. Ik gebruik altijd heel veel uien en ook knoflook in mijn gerechten. Ik vind het heerlijk. Maar het is natuurlijk niet verplicht, hè? Mensen die niet van uien houden. Of mensen die een lenteuitje willen. Of bij. Bij kan ook trouwens. Maar goed, ik heb geen prei in huis. Ik krijg wel traanogen. Hierbij doen allemaal. Ja. En mijn courgette ga ik in blokjes doen, maar ik doe altijd zo. Niet helemaal alles straf. Andere leuk, kijk. Zonnig en 18 graden morgen. Oké, het zijn opgezette blokjes. Die doe ik even in een ander bakje wegzetten. Thank you.
kontje eruit. Zo. Doe ik ook. Grof. Ook een keertje. Kontjes gooi ik nooit weg. Proeft hetzelfde als de hele champignon. Dus onzin de mensen die het weggooien. Zo. Champignons laat ik wat groter, dus niet te dun snijden. Want ik vind ze lekker als ze groot en wat sappiger blijven. Zo. Ja, hier de kippendijen. Ik gebruik een beetje kipfilet en kippendijen. Ik vind zelf kippendijen lekkerder. Wat malser. Kijk, mijn courgettes. Deze daar liggen al in de pan. Ik ga dit straks aanfruiten en dan gaat de kip erbij. Niet te groot, niet te klein. En een bakje. Kan wel leuk zijn hoor. Ik hoor veel mensen dat ze koken niet leuk vinden. Ik kan me niet voorstellen. Kipfilet. Altijd wil ik een handen wassen naar de naar het vlees. Erg belangrijk. Zo. Nu gaan we de kip bakken. Ik heb op een hoog vuurtje. De uitjes met knoflook. Kipvlees en de kippendijen. Ik ga ze gewoon simpel kruiden, peper en zout. Omdat ik dus roompasta of roomkaas saus ga maken. Doe ik er niet te veel van de kruiden bij.
dus niet nodig. Uitjes een beetje glazig zijn. Wat ik dan wel ga doen, ja, kijk niet op het dingetje, is chilivlokken. Jullie weten wat ik van pittig hou. Dus er gaan wat chilivlokken bij. Extra zout. Dit even gaar bakken. Filmen en koken tegelijk is best lastig als ik hem neerzet. Even kijken hoor. Er een blokje kipbouillon bij. Verpulveren gewoon. Dat geeft gewoon net iets lekkere smaak. Een beetje hetzelfde als vergitta, zeg maar. Vind ik. Al die fijne kruiden die erin zitten. Zo. Een beetje. Kijk, een beetje veel vocht. Ik ga op hoog vuur. Dan doen we de courgette erbij. Daar komt ook nog wel wat vocht vanaf. En die moet wat langer dan de champignons. Zo. Ik heb hier een kaassausje. Kokeroom. Wat ik ga doen, ik ga het gewoon even mengen in het bakje hier en daarna erbij doen. Zo. En dan doe ik dus even daarheen. Ja. Doe even de deksel op de pan. Kijk, hier is de kaassaus. Hier ook nog de champignons. Ik heb het laatste erbij. Ik vind lekker als ze iets harder blijven, dus niet heel erg zacht zijn. Maar dat zeg ik, dat is voor iedereen verschillend.
Je kan ze nu al meebakken als je wil. Ik doe ze, zeg maar, als ik dit erbij heb gedaan en alles toch nog door laat koken, doe ik de champignons erbij. Die staat hier ook lekker in de saus. Nog, dit had ik over nog. Doe ik er ook bij zo meteen. Verraste kaas. Even daarheen. Er zit nou nog vocht, heel veel vocht van de kip en de courgette en zo. Maar dat maakt niet uit, want het dik toch wel in. Kijk, ik doe nu hier de room allemaal erbij. Zoals zo veel meer eruit zit. En deze kaas doe ik er ook in, dan smelt hij mee. En straks heb ik deze, als het klaar is, voor eroverheen om te raspen. Oh, ik vind het echt lekker te ruiken. Het is jammer dat jullie het niet ruiken. De champignons erbij. Even goed alles doorroeren. Dan doe ik weer de deksel op de pan. En alles verder garen. Dit is trouwens ook lekker als je met gamba's bijvoorbeeld. Garnalen. Heerlijk. Maar dan zou ik de gamba's, als je de saus klaar hebt, als laatste erin doen. Die zijn heel snel gaar. Ik doe er nog wat room bij. Dat is het tweede pakje. Niet alles. Het ziet er echt lekker uit. Vuur zacht gezet. Zo. Doe de deksel erop. Laat ik het even lekker doorpruttelen. Zo. Zo, en nu wachten we tot alles goed gaar is. Ik ga nou water opzetten voor de momenten.
kijk ik al. Ik heb 2 pakken, grote etensje. Mijn lievelingspan. Even vullen. Vullen met heet water, dus de snelle kookt het water. Ik wil even dat deze pan zo zit. Goed, we deze even doorroeren. Heerlijk. Oh, echt zo lekker. Even doorroeren. Zo, het water staat op. Deksel erop. Bij die ook de deksel erop. Ik denk dat ik hem uitdraai. En zo. En we wachten tot het water kookt. Pasta koken. Oh, voordat ik het vergeet, wat zout in het water. Zo, nu wacht tot de pasta gaar is en dan ga ik lekker opscheppen. Zo maak ik dus mijn pasta room, kaasroomsaus. Met kip, kipdijen en kipfilet. Eet smakelijk.